Dit is Anno 1900. Muziek uit de oude doos. Uitgezocht en gepresenteerd door Oets Jan Koster. Welcome to Radio Seagull on 259. This is Capital Radio. Ici, Radio Capital. Here is Capital Radio. Aquí, Radio Capital. Here is Capital Radio. Radio Atlantis. It is Radio Marseille. International now. Radio Mia Mia. Het is zondagmiddag en dat betekent een uurtje gouden ouwe hier bij RTV Stadskanaal 105.3 in de ether, 104.1 op de kabel. Vanmiddag hoort u de eerste aflevering van Anno 1900 in dit nieuwe jaar 2010. En natuurlijk gaan we vanmiddag verder met het interview met Hans Knot. U hoort weer een aantal radiofragmenten en ook vanmiddag laten we u weer een typische zeezender hit horen, zoals deze uit 1971. Ja, dat was de Australische groep The Mixtures met de Pushbike Song. Dat was een nummer 1 hit in Australië en het kwam tot nummer 2 in Engeland. Vorige week zijn we gebleven bij de bomaanslag op het zendschip de Mebo 2 in mei 1971 en de gevolgen daarvan. En we hebben gehoord hoe Radio Veronica in 1969-1970 en RNI 1971-72 oude nieuw vierden. Hans Knot pakte de draad weer op en trakteerde ons op een drietal zeezender hits uit 1971. Het wordt tijd dat we weer even een paar plaatjes laten horen. Inmiddels zitten we al in 1971 en misschien kunnen we uit onze lijst die we van tevoren hebben bijeengezocht nog een paar fraaie laten horen, Hans. Ja, laten we eerst eens even de sirenes laten horen. Indiana Wants Me, Ardeen Taylor. Nou, verder Al Green, Tired of Being Alone en Jack in the Box van Claude Rogers. 1971. Ooh, 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 ooh.
had you to talk to. If a man ever needed dying, he did. No one had the right to say what he said about you. And it's so cold and lonely here without you. Out there the laws are coming. I'm scared and so tired of running. In the air wants me, but I can't go back there. In the air wants me, but I can't go back there. I wish I had you to talk to. To see the man that I've become, and to know I'll never see the morning sunshine on the land. I'll never see your smiling face or touch your hand. If just once more I could see you, our home and our little baby. In the air wants me, but I can't go back there. In the air wants me, can't go back there. I wish I had you to talk to. I hope this letter finds its way to you. Forgive me, love, for the shame I put you through. Tears. Hang on, love, to the memories of those happy years. Red lights are flashing around me. Yellow, it looks like they found me. In the air wants me, but I can't go back there. In the air wants me, but I can't go back there. I wish I had you to talk to. Sometimes I fool moms, I say,
say you'll put me down. Love, don't go away. Drop my feet back on the ground. Open your arms, let me stay. Just your jack in the box, you know, whenever love knocks, I'm gonna bounce up and down on my spring. A toy you start when it stops, I'm just your jack in the box, because for your love I'd do anything. Who just keeps my heart around? Pull the string, you, and when it's upside down, look at the way that it swings. I can't help the way I feel, it's you and no one else. Don't let you back off too soon, I'm just a doll put back on the shelf. I'm just your jack in the box, you know, whenever love knocks, I'm gonna bounce up and down on my spring. A toy you start when it stops, I'm just your jack in the box, because for your love I'd do anything. Just your jack in the box, you know, whenever love knocks, I'm gonna bounce up and down on my spring. A toy you start when it stops, I'm just your jack in the box, because for your love I'd do anything. Hey, hey! Ja, voor we zo verder gaan met het verhaal van Hans Knot, gaan we even terug naar 1 jaar april 1971. En we horen Radio Noordzee International, de Nederlandse service. Wist weg te halen, want als daar op een gegeven ogenblik een van die kabels, en dat is beslist niet uitgesloten, zou breken, dan kunt u zich natuurlijk wel voorstellen wat daar voor een ongelukken van zouden kunnen komen. Peter Knechtjes, ben je inmiddels weer verstaanbaar? Ja, ik hoop dat het beter gaat. Ik heb jou uitstekend kunnen verstaan. Ik weet niet hoe de kwaliteit op dit ogenblik is, maar het is bij jullie wel een... Hallo Peter Knechtjes, de kwaliteit is niet zo best, Radio Noordzee heeft bij mij verteld, heeft een zeer sterke zender, 100 kilowatt geloof ik. En we gaan nu eens kijken of we Jan van Veen kunnen bereiken. Over naar Jan van Veen aan boord van de Mebo 2 van Radio Noordzee. Jan van Veen, ontvang je mij? Over. En we gaan wat draaien van The Beatles. Een van die hele geweldige van de album Beatles for Sale. Ja, hallo Jan van Veen. Hallo Jan van Veen aan boord van de Radio Noordzee. Versta je mij? Hallo Karel Prior. Ja, versta je mij? Ja, sorry, ik moet even een plaatje wegveden. Ik kan jou uitstekend verstaan. Kan je mij verstaan? Ja, 100 kilowatt zender, hè. Kan je dat verstaan, Karel? Ja, uitstekend, man. Geweldig. Het is 16 minuten en 20 seconden op dit ogenblik over 11. Je bent verbonden met de Mebo 2. En ik hoop, Karel, dat je het me niet kwalijk neemt als ik even een paar seconden het woord geef aan Crispian St. John. Want we hebben vele luisteraars in bijvoorbeeld Scandinavië, in België, in Duitsland, in Noord-Frankrijk en in Engeland, die helemaal niet meer begrijpen wat er gebeurt. Nee. Mag dat even snel? Oké, ga je gang, Jan. Snel voor Crispian. Oké, come on. Thank you, Jan van Veen. This is Radio Noordzee International. This is an RNI newsflash. This is Crispin St. John interrupting the Stevie Merrick program and informing our listeners that this program is now being interrupted to establish contact with Hilversum 1. Scheveninger Pier has, over the past few hours, become extremely unsafe due to corrosion. Jan van Veen of our Dutch disc jockey staff will observe the situation from the deck of the Mebo ship, Radio Noordzee International,
and Radio Noordzee International will keep its listeners informed of the situation minute by minute. Ja, de heer Van Weij is hier ook aanwezig. Radio Noordzee. This is the end of the Northern News Flash from Radio Noordzee International. Crispian St. John reporting. Hallo, Karel. Ja, hallo Jan. Kan je me nog altijd horen? Jazeker. Geweldig. Maar ik zei net dat de heer Van Weij hier net binnenkwam. Bij jou daar? Ja. Dan wil ik graag het volgende plaatje ook voor hem draaien, als je het niet erg vindt. Ja, loop die love. Oké. Okay. Ja, fijn. Ga je gang. Hallo, Karel. Zeg Jan, kun jij iets zien overigens? Heb je je verrekijker bij, of niet? Ik heb geen verrekijker bij me, maar ik heb het met het blote oog kunnen constateren. Er zijn vreemde dingen gebeurd, Karel, vandaag op Scheveningen. Tenminste, voor zover wij het hebben kunnen zien. De afstand is een beetje groot, 4,5 mijl. Maar wat is er precies gaande? Want we zien de meest gekke dingen gebeuren. Ja, ik vermoed dat jij wat scheepjes op zee ziet. Met lichtuitstraling. En de politie staat hier met zwaailichten. Dus die zullen ook op Radio Noordzee afkomen. Ja. Maar ik heb gehoord dat wij het schip ook heel goed kunnen zien. Je hebt het geloof ik extra verlicht vanavond. Ja, we hebben de feestverlichting buiten gehangen. Speciaal voor deze uitzending van Hilversum 1, Karel. Ja. Dat is erg goed, joh. Staat er Cosa Nostra op, of niet? Daar staat bij mij op mijn koptelefoon staat Cosa Nostra. En naast mij zit Crispian St. John. En die heeft R&I op zijn koptelefoon. Oh, ja. Nou, zeer goed. Kun je even uitleggen wat dat betekent? Dat betekent dat we twee stations tegelijk horen op dit ogenblik. En dat is erg geweldig. Ja. Goed, Jan. Blijf even bij de tijd. Misschien schakelen we vanavond nog een keer naar je over. Je weet nooit. Je weet het nooit, hè? Zo en draai voor ons dus Loop the Love, ja? Doen we. Voor alle mensen die medewerken aan deze geweldige uitzending van Cosa Nostra. En ik hoop dat het met de pier allemaal geweldig afloopt. Dat ik er volgende week nog gezellig kan gaan eten. Voor iedereen die daar is op het ogenblik in Scheveningen. Loop the Love, een van de platen die staat genoteerd in onze Radio Noordzee. Super top 50. Karel, misschien hoor ik nog wat van je. Dit is Mr. Julio Bastos. Ja, in de loop van de avond, Jan. Meer nieuws, hè? Oké, dag Karel. Dankjewel. King down the street. I risk the glance you gave a smile. Hey Bastos en Loop the Love. This is Radio Noordzee International. The Dave Rogers program from the station will be continuing. Ja, dit was dus Radio Noordzee en Radio Noordzee International on 220 meters medium wave. Hope you really satisfied. Ja, en dat was dan speciaal voor alle mensen die in Scheveningen aanwezig zijn en die luisteren naar een vraaggesprek. Voor degenen die niet hebben begrepen wat ik op dit ogenblik had met Karel Prior, die een rechtstreeks verslag geeft van het eventuele in elkaar storten. Want zo mogen we het rustig noemen van de Scheveningse pier. Er zijn allerlei vreemde dingen vandaag gaande. Het laatste eiland hangt een beetje scheef. Er zijn experts uit aan het werk. En Karel Prior en zijn programma Cosa Nostra houden heel Nederland rechtstreeks op de hoogte. Hij vroeg de mening van Radio Noordzee. Onze Mebo 2 ligt erg dichtbij. En ik mocht gebruik maken van de zendtijd van Dave Rogers. Maar Dave die gaat gewoon verder. Sorry. Okay. Thank you very much, Jan, and Chris Vincent John there. And we'll keep you informed of the situation as it deteriorates. Apparently, the situation is not too good at the moment. Ja, een 1 april grap in 1971 op R&I. We gaan verder met drie zeezender hits luisteraars. U hoort achterin volgens Hocus Pocus van onze vaderlandse supergroep Focus, Mami Blue van Joël Daaidé en Faithful van Marvin Welch en Ferre. En die zijn beter bekend als leden van The Shadows.
Mommy, 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 oh, mommy.
Watch her ride the morning tide, easy as she sways, as the sunlight plays upon the water. Faithful is the name she bears, faithful has she been. Once an ocean queen, but still a lady. As I watch the white of the sails in the sun catch the breeze, I sigh, all too soon she'll be gone beyond the horizon. En praatjes, herinneringen op aan de zeezenders in de 70's. Ah, u bent getuige dat aan de drukkende knop en het is 11 uur geweest. Nu is er Golden American. Golden American. Groot van smaak en zo zuiver als goud. Golden American. Het is 3 april, 11 uur geweest en u bent een week lang een klein beetje onzekerheid gehouden over wat er ging gebeuren om 11 uur precies. Ik zal u niet langer in de zowel bekende onzekerheid laten, maar heel graag het woord over willen geven aan Om Bulverwij, directeur van Radio Veronica. Geachte Veronica-luisteraars, u heeft ons vorig jaar een bijzondere steun gegeven met onze actie voor de Nierstichting. En er is een resultaat uit voortgekomen wat wij zelf nooit van tevoren eigenlijk hadden durven hopen. We hebben dermate banden gekregen met de Nierstichting dat wij ons als het ware getrouwd voelen met de Nierstichting. En nu gaat het weer om een nieuwe actie, namelijk het betreft hier kinderen. Kinderen die iets heel bijzonders betekenen voor ons allen en in de hele maatschappij. Daarom zijn we zo bijzonder verheugd dat dokter Kruizinga, staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, het openingswoord wil spreken waarmee deze actie dan van start zal gaan. Het woord aan zijn excellentie. Met erg veel genoegen voldoe ik vandaag aan uw uitnodiging om nu met een enkel woord de tweede actie van Radio Veronica ten bate van de Nierstichting in te leiden. Zoals u weet heeft de vorige actie, die plaatsgevonden heeft ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de radiozender, ruim een miljoen gulden opgebracht. De vooruitgang in het aantal beschikbare plaatsen voor de behandeling aan de kunstnier, het feit dat ook de mogelijkheden om een aantal chronische nierpatiënten met behulp van transplantatie een nieuwe nier te geven, neemt steeds toe. En dat is stellig ook te danken aan de offervaardigheid van het Nederlandse volk. Van die offervaardigheid zijn activiteiten als van Radio Veronica een erg verheugend symptoom. De actie die nu gaat beginnen is gericht op het spoelen aan de kunstnier van hele jonge chronische nierpatiëntjes. Dat om ze voor te bereiden op een transplantatie. Het tot stand komen van centra voor het behandelen van die kinderen heeft erg veel voorbereidend speurwerk gekost. Het zal ook in het verdere verloop nog veel wetenschappelijk onderzoek eisen.
sociale en de psychologische vraagstukken, die nu eenmaal de vaste begeleidingsverschijnselen zijn van een kunstnierbehandeling, doen zich in versterkte mate voor als die behandeling bij kinderen wordt toegepast. Tot voor korte tijd werden die problemen onoverkomelijk geacht en durfde men aan een kinderdialyse en een kinderkunstnierbehandeling niet of nauwelijks te denken. Het is vooral juist dankzij het werk van professor Tiddens en zijn medewerkers in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht en het voetspoor van de activiteiten van Holiday in San Francisco en van Fine in Los Angeles en van Cameron in Londen, dat nu ook in Nederland voor kinderen met chronische nierziekten hoop begint te komen. Daarom zou ik nog tenslotte twee kanttekeningen willen plaatsen. In de eerste plaats, de mogelijkheid voor spoeling aan de kunstnier voor chronische patiënten bestaat nog maar nauwelijks 10 jaar. In Nederland werd met die behandeling in 1964 een bescheiden begin gemaakt. De eerste niertransplantatie geschiedde in Nederland in 1966. Ondanks de huidige getallen, dat wil zeggen dat 390 patiënten aan de kunstnier en ongeveer 130 sinds 1966 verrichte transplantaties, moeten we er ons noodgedwongen bij neerleggen, hoewel onze Nederlandse cijfers internationaal erg gunstig zijn, dat het overal nog altijd veel te lang duurt, naar onze mening, dat die nieuwe behandelings- en geneesmethodes werkelijk voor iedereen beschikbaar komen. Niet dadelijk zijn immers alle technische faciliteiten aanwezig. Met andere woorden, er zijn ook op dit gebied nog tekorten, al worden ze nu gelukkig zo snel mogelijk ingelopen. En dan in de tweede plaats, een laatste opmerking. Het zijn ook particuliere initiatieven, zoals die van de Nierstichting Nederland in samenwerking met Radio Veronica, die een wezenlijke bijdrage kunnen en naar mijn overtuiging ook werkelijk meeleveren aan het zo snel mogelijk opheffen van die tekorten. Daarom wens ik graag u van ganser harte veel succes bij uw actie. Vanaf 11 uur tot het tijdstip van nu 7 minuten over 11. Achtereenvolgens Ambul Verweij, directeur van Radio Veronica. Dr. Kruisinga, staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid. En David Crosby. Stimorol kopen. De smaak is raak. Stimorol chewing gum. Stimorol chewing gum.
Met alle luisteraars die zitten enorm op te merken dat die telefoon vanaf dit moment helemaal rood gloeiend staat. Dick de Buddy zal zo meteen komen binnenvliegen en via de telefoon zijn mededelingen doen. Rob Auto's erg drukkende weer in Joelgelijk. En ik die nemen nu mij tot enkele minuten voor 12 met heel erg veel enthousiasme omtrent datgene wat van start is gegaan voor de Nier Stichting Nederland. Weet je het al? Libelle heeft nu ook kniekousen in alle fijne modekleuren en dessins. Libelle kniekousen. Als je bijzondere momenten voor wil zijn. Telefoongesprekken gaan aannemen en dergelijke. Ja, een stukje orgelmuziek van Jimmy Smith van het gelijknamige album Organs Green Swing. Juist in dit fragment van Radio Veronica van 3 april 1971, start van een tweede actie Nierstichting. Twee platen ingemonteerd, als eerste Orléans van David Crosby en uit 1965 was het als laatste Organ Grinder Swing van Jimmy Smith. We hebben nog tijd om even verder te praten met Hans Knot. En je zei, er zijn speciale LP's uitgebracht, wellicht door Veronica in samenwerking met. Zijn daar misschien ook nog van die LP speciale nummers die we De Palingshout, hè, mag je niet vergeten. De Palingshout. Ja. 1971. Be alright, be alright.
Fragmenten van 6 nummers die we als paling sound kunnen kwalificeren. U hoorde achterin volgens The Cats met Don't Waste My Time, Left Side met Feeling Alright, The Cats met One Way Wind, BZN met Bad Bad Woman, Left Side met Geo Crying en als laatste wederom The Cats met Where Have I Been Wrong, allemaal uit 1971. En vanmiddag sluiten we deze 6e aflevering van de Zeezender Specials af met een drietal fraaie Zeezender hits uit 1971. Allereerst hoort u Father and Son van Cat Stevens, daarna Neil Diamond met Girl, You'll Be a Woman Soon en als laatste de plaat die u al een paar keer gedeeltelijk heeft kunnen horen in allerlei fragmenten van Radio Nautje International in vorige afleveringen. En dat is de 40e symfonie van Mozart in G mineur, uitgevoerd door het orkest van Waldo de los Rios. Ik neem vast afscheid van u en bedank u voor het luisteren. En wilt u meer weten over de belevenissen van de zeezenders in de 70s? En natuurlijk wilt u dat, dan luistert u gewoon volgende week weer lekker naar anno 1900. Ik ga er vandoor, maar dus niet getreurd luisteraars, want anno 1900 komt terug. Volgende week zondagmiddag, zelfde tijd, zelfde plaats, RTV Stadskanaal, 105.3 in de ether, 104.1 op de kabel. En op internet kunt u naar ons luisteren via www.rtvstadskanaal.nl. Dag. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow.
that your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Girl, you'll be your woman soon. I love you so much, can't count all the ways I'd die for you, girl. And all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand. Girl, you'll be a woman soon. Soon need a man. I've been misunderstood for all of my life, but with the same girl just cuts like a knife. The boy's no good. Well, I finally found what I've been looking for, but if they get the chance, they'll end it for sure. Sure they won't. Baby, I've done all I could. It's up to you, girl. Come take my hand, girl. You'll be a woman soon, soon. You'll need a man. Take my hand.
1971. Dit was anno 1900. Muziek uit de oude doos, uitgezocht en gepresenteerd door Oetjan Koster. Anno 1900 is een productie van de regionale seniorenomroep. Tot de volgende week.